Mijn en dijn. Heel veel mensen weten dat verschil niet zo goed. En om nou te zorgen dat jouw parkeerplaats van jou blijft, of jouw toegangsweg van jou blijft, hebben wij in ons assortiment de parkeerpaal, of de doorrijpaal. Hiermee blokkeer je jouw toegangsweg, jouw parkeerplaats. En hoe zo'n ding eruit ziet, dat leg ik uit in deze video, zodat je kan zien wat de parkeerpaal inhoudt. Patrick Strijker, de online specialist in onderdelen voor aanhangwagens en boottrailers. Alles wat los en vast aan de kar zit op één adres. Trailerplus.nl. En vind je video's over onderdelen van aanhangwagens en boottrailers nou interessant? Abonneer dan op het kanaal. Dat kan hier beneden. Tik even het belletje aan. Dan krijg je automatisch een melding van een nieuwe upload. En een duimpje omhoog. Vind ik leuk. Parkeerpaal. We hebben er eentje voor aanhangers om een aanhanger op te stallen. Daar kan je de aanhanger op slot zetten. Daar vind je de link bovenin. Maar we hebben ook nog een parkeerplaatspaal, moet ik eigenlijk zeggen. Dit is een afbakening van een parkeerplaats. Je kan daarmee jouw eigen toegangsweg of de oprit of je parkeerplaats veiligstellen. Nou, dat ding dat zit in een mooie doos verpakt. Niets meer, niets minder. Hij wordt geleverd met een beschrijving, zoals het hoort. Hoe je dat monteert, aansluit. En dat staat daarin. Nou, ik zou bijna zeggen in Zweedse taal op. De inhoud, wat erin zit en hoe dat eruit ziet. Vrij eenvoudig allemaal. Er zitten meegeleverd een viertal keilbouten. Die kan je in de grond of in de beton boren. Die zitten erbij. En dan kan je hem goed in de beton of in de verharding vastzetten. Even kijken. 4 sleutels. Brengt mij meteen bij de eerste opmerking. We krijgen hier nogal wat vragen over of ze ook gelijksluitend te leveren zijn. En gelijksluitend, dat wil zeggen met 1 sleutel meerdere sloten bedienen. En dat is bij deze parkeerpaal niet het geval. Je kan dus voor elke paal moet je een eigen sleutel hebben. Dus het beste is om ze te nummeren. Maar je kan dus niet met alle sleutels verschillende palen bedienen. Dat zit er niet op, zit er niet aan. Nou is de prijs, vind ik, ook wel zodanig dat je daar ook niet van alles van kan en mag verwachten. Het is niet de duurste. En ik zeg ook altijd, alle waar naar zijn geld. Dat is zeker bij deze paaltjes wel aan de orde. Nou, ik haal de folie er even af. Hij zit beschermd verpakt. Hij is grijs gecoat. Met wat reflecterende folie zit er, reflecterende stickers zitten erom, dat hij goed opvalt. En dit is de voetplaat. Die voetplaat meet ik op en die is, even kijken, 15 breed bij 13. Dus die voetplaat is 15 bij 13 centimeter. Een metalen plaat. Hij zit nu op slot in de verpakking. Slotje eruit. En dan kan hij rechtop staan. En dan is zo'n ding 66 centimeter, meet ik op. Een kunststof dopje bovenin. Een kunststof insteekdop. Het slot vergrendelt deze bout. Dan is je niet meer te bewegen. Je kan er je parkeerplaats mee afzetten. We verkopen ze ook aan campings. Mensen die huisjes verhuren, bungalowparken.
Die zetten deze op de toegangswegen, zodat niet iedereen overal langs kan. En je kan, hij kan twee kanten op kantelen. En hij staat vast. Met de sleutel op slot. En dan beweegt hij niet meer. Dan staat hij dus vast. Je zet de voetplaat vast in de verharding, in de beton of in stenen. Dan heb je je eigen plek gereserveerd. Volgens mij kan hij niet zonder sleutel op slot. Ja, dat kan hij wel. Hij kan zonder sleutel wel op slot. Dus je kan hem dichtklikken en dan zit hij ook op slot. Je moet hem met de sleutel weer opendraaien. En dan is hij vergrendeld. Even kijken naar de hoogte. De vrije hoogte die je moet hebben. Die is zo'n 9,5 centimeter. Ik kan het slecht zien. Ja, 9 centimeter. Dus de bodemvrijheid van de auto moet zeker 9 centimeter zijn. Dan kan je er gewoon overheen rijden. Nou, ik denk dat de meeste gangbare auto's dat wel hebben. Dus dan rij je er overheen. En dan kan je die paal rechtop zetten. Dan blijft jouw plekje. Het is niet de allerzwaarste. Kijk, de wanddikte die kan ik ook even laten zien. Het is natuurlijk geen op en top super zware degelijke beveiliging. Maar mensen, voor dit geld kan dat ook niet. Kijk, als men wil kan men het demonteren, slopen. Dat kan natuurlijk altijd. Deze bouw die kan je losdraaien. Maar goed, het gaat natuurlijk om de eerste greep. En daar is het ding prima voor. En zeker om het even voor de passant en voor de toevallige voorbijganger te blokkeren en te markeren, is dit een prima ding. Maar het is niet beveiliging van hoogstaande kwaliteit, laten we eerlijk zijn. Maar dat is ook het materiaal, het voldoet. Het werkt goed. En dat is het. Parkeerpaal. Parkeerplaats, paal, hoe je het maar noemt, wegklapbaar. Vond je dit nou interessant? De moeite waard? Heb je nog een vraag over? Reageer dan even in de comments. Dan kom ik er altijd op terug. Voor nu wou ik het hier maar bij laten. Dan sluit ik af, zoals ik dat altijd doe. En dat doe ik in het Drents. En dan zeg ik, mooi.